Wij willen graag de mensen helpen in deze tijd van het corona of het COVID-virus. De kwetsbare groepen willen wij gaan helpen. Dan moet je denken aan de zwangeren, aan de ouderen. Die komen toch op een gegeven moment in de problemen. Die kunnen de boodschappen niet meer halen. Die hebben iemand nodig om de hond uit te laten. Die hebben iemand nodig om naar de apotheek te gaan. Misschien dat ze nog een contactpersoon hebben, omdat de familie wat verder weg woont. Een contactpersoon kan bijvoorbeeld fungeren als er iets gebeurt 's avonds en ze hebben medische hulp nodig. En daar is dus het initiatief op ingesprongen door middel van maatjes waarvoor je je kan aanmelden. Dan word je gekoppeld aan een maatje en die kan dan voor jou boodschappen gaan doen, naar de winkel kan gaan of wat dan maar ook. Ja, dat is van de week. Zondag is mijn collega Justin Haris met de familie bij elkaar gekomen. Hebben daarover gebrainstormd. Maandag nog een keertje. En eigenlijk is dat zo verder gegaan. En toen zag ik een verhaal op een Facebookpagina voorbij komen. Dat ze nog iemand zochten om het een beetje te coördineren. Wat betreft dus de link tussen de maatjes en de zorgvragers. En dat had ik al eerder gedaan in een andere functie. En heb ik gezegd van, goh, ik wil jullie daar graag bij ondersteunen. En zo zit ik hier. Er is een flyer is er inmiddels gemaakt, waar dus alle informatie op staat. Ook de e-mailadressen waar we op te bereiken zijn. Die worden vandaag en morgen en zaterdag worden die rondgebracht in het betreffende gebied. Het gebied van, dus van, het, van de Nieuwstraat, die hele hoek, Goosemaat. Er zijn dan wel vrijwilligers. Er zijn dan 9 vrijwilligers die zich hebben aangemeld. En die kan ik dus inzetten zodra de eerste hulpvragen binnenkomen. Ik denk zelf dat dat vanaf volgende week gaat lopen. Het komt ook in wat kranten te staan. Het wordt ook gesteund vanuit de gemeente. Dus het is niet zomaar iets wat door iemand bedacht is en wordt uitgevoerd. Als ik dan inderdaad nog even mag zeggen dat er dus een Facebookpagina is. Dat heet Nieuwstraat Helpt. En daar staan ook alle gegevens op. En daar staat ook het e-mailadres op waarop mensen dus een aanvraag kunnen indienen. Ja.